sturen. Ik heb zo'n camera bij mij zo op de lens zitten, die op de stabiliseert, zo'n fotolens. John, dit is je nieuwe motor. Ja, dat is hoeveel kilometer zit erop? 430. Ja? Ja. Ben je nou aan het inrijden? Moet het tanken. Nu pas? Ja. Voor de eerste keer? Ja. Hoeveel liter gaat erin? 35, ik weet niet. Jezus, dat is een gaaf ding, joh. 500 kilometer met een volle tank. 500? Ja. Maar hij staat nu op verknippen, dus ik moet even tanken. Dat was zo'n klep in de klep, ja. Ja, geluid. Kijk, Ripco. Dat is een nieuwe. Ja, inderdaad. Hey, dat klepje in de uitlaat zien. Ah ja. Ja, die zorgt dat je niet zoveel decibels. Niet. Ja. Nee, niet. Nee, niet. Oh. Een soort DB-killer. Vind ik goed. De enigste met aluminiumvel, hè? Is dat zo? Oh ja? Ja. Wordt niet geleverd met aluminiumvel. Oké. Okay. Oh. Veel mooi. Ja. Hey, wie heb je die bij Van Harte? Ja. En is er een speciale optie of zo die je kan kiezen? Nee, ik heb het overgezet. Oh. Die had je op de andere. Ja? Oh, ja. Wat mooi, man. Ja, klopt. Dat is niet helemaal goede keuze dan. Ja, klopt. En waar gaat de reis heen, John? Nou, ik denk naar zo'n benzine erop. Ik krijg wel last van je. Ja, oké. Ik heb zo'n ding geleend trouwens even. Zo'n hele snelle. Zo'n racertje. Oh ja? Die 1000cc, wil jij? Klopt, die, ja. De RT, daar weet ik veel. Mooi, John. Hoi. Wat een plezier, hè? Ja, zeker. Rij me helemaal op. Mooi, hoor. Of ik hem helemaal oprij? 300.000 kilometer. Dat zou wel niet. De tank heb je opgereden. Zou word ik niet. Of de tank is leeg en je ruilt hem in. Ja, dan moet ik hem nou niet ruilen. Ze hebben er een eigen trapje bij geleverd. De touwladder. Hmm.